Elke stad of dorp kent wel een stationstraat of kerklaan. Of als je in een bloemenbuurt woont, Anjerdreef, Rozelaan, Madeliefhof, Duizendschoonplantsoen of Morgensterstraat. Maarten Peters van de gemeente Gouda is betrokken bij het bedenken van namen voor nieuwe straten. Een lastig proces waarbij ook nog eens aan allerlei voorwaarden voldaan moet worden. Wie bedenken de straatnamen? Er is in Gouda een commissie, een adviescommissie voor het college. En die vergaderen over het te benoemen straatnamen. Wie zijn betrokken bij het bedenken van de straatnamen in de straatnamencommissie? Zijn dat bekende Gouwenaars of wie zijn dat? Nou, de adviescommissie voor naamgeving openbare ruimte, zoals dat we netjes officieel heten, is een adviescommissie voor het college. Ik ben daar de secretaris van en daarmee ook de ambtelijke schakel eigenlijk tussen enerzijds de commissie en anderzijds de gemeentelijke organisatie. De burgemeester is portefeuillehouder voor binnen het college voor de straatnamen. En voor de rest is er één vast lid, dat is de voorzitter van de commissie, dat is iemand van het streekarchief. En de overige leden die worden geworven uit de gemeente zelf. Men mag dus solliciteren op een vacature in de commissie. Hoe verloopt het proces om straatnamen te bedenken? Het proces om straatnamen te benoemen, om openbare ruimte te benoemen, begint eigenlijk al in een vroeg stadium. Er zijn nieuwbouwplannen. Nou, meestal gaat dat via een plan van ruimtelijke ordening. Ik zie dan vaak uit hoofden van mijn functie wel dat er iets gaande is. Dus ik denk van, hé, er moet ergens openbare ruimte komen, nieuw. Dan neem ik dat mee naar de eerstvolgende vergadering van de commissie. En ik zeg, nou, wij hebben daar ook nieuwe openbare ruimtes nodig. De commissie gaat zich buigen over een mogelijkheid voor nieuwe benamingen. En als de commissie tot een eensluidend advies is gekomen, dan maak ik een voorstel voor het college. Hoe komen jullie aan dat advies? Leveren burgers straatnamen in of hoe werkt het precies? Als je kijkt hier naar Westergouwen, daar is in het planontwerp al gesproken van wat de achterliggende gedachte is, hoe men de wijk wil invullen. En daar zijn in het verleden al een bepaalde thema's voor aangedragen. Zo hebben we de eilanden of de tuinenbuurt. En in die categorie zoeken we dan naar benamingen die daar binnen passen. Ja, dit is een detailkaart uit het masterplan voor de ontwikkeling van de tweede fase van Westergouwen. Dit kaartje hebben wij gebruikt als ondergrond voor het te benoemen straten. We zien hier duidelijk dat de burgemeester van Dijkensingel deze wijk eigenlijk in tweede deel, dit wijkje. En met name hier zie je dat er een stukje perceel is gevormd. En volgens de projectontwikkelaar zouden daar een zorgcomplex woningen komen. Nou, hebben wij gezocht naar benamingen voor dit gebied. We zijn voor die benamingen blijven steken bij de benamingen van de boerderijen. En op dit gedeelte, daar stond hier de boerderij Voorzorg. En wij vonden dat een hele toepasselijke naam, omdat met name voor dit stukje waar dan zorgwoningen komen, om dat dus te gebruiken. Voor het noordelijk gedeelte hebben wij gekozen voor twee andere boerderijen die nog bestaan. Die staan nog hier. En voor de rest zijn het straten waarbij de gebouwgebonden benamingen aan zijn gerelateerd. Aan de overzijde hebben we stukjes die betrekking hebben op de boerderij, zoals de moestuin of de grindakker die bij de boerderij aanwezig was. De straten die in een wijk liggen, krijgen die een naam gerelateerd aan de wijknaam of hoe bedenken jullie dat? Gouda is verdeeld in 9 wijken en die zijn gekoppeld aan de postcodegebieden. En binnen die wijken zijn er dus verschillende buurten.
benoemen. Dus je hebt eerst de wijken en dan de buurten. Wanneer zet je een straatnaambord neer? Moet dan een wijk al helemaal klaar zijn? Nou, dat met name hier in Westergouwen is dus opgenomen in het... In de overeenkomst die de gemeente heeft gemaakt met de ontwikkelaar die het gebied ontwikkelt. En die moet dus ook zorgen voor dat de infrastructuur dusdanig gereed is dat daar ook naamborden komen. Wanneer wij dat in de binnenstad doen of wanneer wij dat onder eigen exploitatie doen als gemeente zijnde, dan hebben wij daar een afdeling voor die zorgt voor het onderhoud van deze straatnaamborden. Uit hoeveel tekens mag een straatnaam bestaan? Sinds de invoering van de basisregistratie adressen en gebouwen in 2006 is de lengte van de straatnaam gebonden aan 24 karakters. Welke straat in Gouda heeft de langste naam? Dat is al een hele oude straat, oud steegje in de binnenstad. Dat is de Kees Vaassens Rolwagensteeg. En welke straat heeft de kortste naam in Gouda? Dat is ook in de binnenstad, dat is de Raam. Worden er wel eens straatnamen vernoemd naar sporthelden? Er zijn voor het benoemen van personen zijn bepaalde regels afgesproken. Je moet van onbesproken gedrag zijn en je moet eigenlijk minimaal 10 jaar zijn overleden. Uitzondering daarvoor zijn natuurlijk leden van het Koninklijk Huis. Die mogen wel in leven benoemd worden, maar de gemeente Gouda heeft niet een voorkeur voor om levende personen te vernoemen. Hoe zijn eigenlijk de wijken in Westergouwen tot stand gekomen? Want die zijn benoemd naar eilanden. En Texel en Vlieland die kalven helemaal af bij storm en wind. En we staan hier in een heel waterrijk gebied. Denk ik, oké, dat als ik zo kijk naar de kaart hier ook, dan denk ik, ja, het zijn allemaal eilanden, maar die verdwijnen misschien ook weer na verloop van tijd. Ja, er is natuurlijk nogal heel wat te doen over het staan en het niet meer bestaan van eilanden. Als over een aantal jaren of over honderden jaren de eilanden Texel en Vlieland niet meer bestaan, dan hebben we hier in ieder geval nog de straatnaam. Je staat... ook stil bij het Schoklandplantsoen. Schokland was ooit een eiland in de huidige Noordoostpolder. Je ziet dat het historische besef van de oude eilanden toch nog wel blijft bestaan. Nou, we staan hier aan het nieuwe uitbreidingsgebied van Westergouwen. Dat is fase 2. Dat is ook het gedeelte waar we dus de laatste keer de straatnaam aan vernoemd hebben. Met... daar nog de twee boerderijen die als historische benamingen zijn teruggekomen. En je ziet het is nu nog een grote zandvlakte, maar ja, de straten liggen al vast. En volgens mij waren het er 13 of 14. En hoe gaat deze wijk heten? Dit is gewoon allemaal nog de Tuinenbuurt.